Nou, we gaan vandaag iets heel leuks doen. We gaan namelijk twee erepenningen uitreiken aan twee voormalig burgemeesters van onze twee Duitse buurgemeentes Vrede en Zuidloon-Euding. De auto zit helemaal vol met bloemen en met penningen en we gaan nu de eerste helemaal coronaproof aan de grens uitreiken. De erepenning bestaat sinds 1980 en is een blijk van waardering van de gemeenteraad aan mensen die een meer dan gemiddelde inspanning voor Winswijk hebben verricht. Christophe Holtwies van de gemeente Vrede, die als voorzitter samen met mij, duo-voorzitter eigenlijk van de stuurgroep rondom de grenshoppers, heel veel heeft gedaan voor de ontwikkeling van ons grensoverschrijdende netwerk. Ik kan in Nederlands praten, want dat versta je gelukkig. Ik ben totaal verbaasd. Ich bin hier jetzt mit einer Ehrenmedaille der Gemeinde Winterswijk ausgezeichnet worden. Und wie ich gehört habe, bin ich sogar als erster Deutscher jetzt damit ausgezeichnet worden für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Winterswijk und Vreden. Und das freut mich natürlich sehr, weil in meinen 11 Jahren als Bürgermeister in der Tat die grenzüberschreitende Zusammenarbeit für mich ein ganz wichtiges Thema war. Der zweite Bürgermeister, wo wir nun dazu gehen, ist Christian Vedder. De voormalige burgemeester, moet ik zeggen, van de gemeente Zuidloon-Euding. En Christian heeft ontzettend veel gedaan voor het project Buurtaal, waarbij we basisscholen in Winterswijk koppelden aan scholen in Duitsland, om ze zo meer bekend te laten raken met elkaars taal, met toch die vreemde buurtaal. De penning is aan de ene kant zie je het wapen van de gemeente Winterswijk. En aan de andere kant staat de naam gegraveerd van degene aan wie de penning wordt overhandigd. En daar komt ook degene aan waarvoor we dit allemaal doen. En ik kan me ook gewoon nog goed herinneren dat wij vorig jaar in december ook met alle burgemeesters uit de Achterhoek naar Düsseldorf zijn gegaan met een reis die jij hebt georganiseerd. En dat je ook altijd, ook als we met de Euregio naar Brussel waren, dat we in Den Haag waren, jij was altijd bij. Dat vind ik heel mooi altijd. En daar kennen we elkaar ook echt in, om je in te zetten voor Europa in het klein. Ja, die samenwerking met Joris Bengevoort en zijn team was immer super. En we hebben veel geschafft, immer im Kleinen. Maar ik glaube, dat merken onze Bürgerinnen en Bürger ook, dat we over die grenzen zeer goed samenwerken, damit man die grenzen gar niet meer merkt.